Wanneer krijg ik last van schaatskoorts? Nou, dat is al vrij vlot hoor. Eigenlijk eind oktober, dan begint het allemaal al te kriebelen. En dan ga ik ook al wel eens af en toe naar een kunstijsbaan om te schaatsen. Het oosten begint te waaien en twee, dat toch echt wel duidelijk wordt dat die temperatuur zowel overdag als 's nachts onder nul blijft. Ja, ik ben nogal lang, dus ook zwaar, 110 kilo, dus het moet echt wel een centimeter of 10 zijn. Wil ik ook echt het ijs opgaan hoor. Het liefst wanneer het ijs 10 centimeter dik is, dan ga ik het ijs echt wel op. Ja, daar kan ik me niet inhouden. Zijn er voldoende mensen op het ijs? En als dat zo is, nou, dan stap ik ook gerust op hoor. Ja, gewoon heerlijk. Een echt Hollands wintergevoel heb je daarbij. En ik ben nog sportief bezig ook. Schaatsen, dat zit toch in onze genen? Nederlanders zijn geboren met dat schaatsvirus. Saamhorigheid die erbij komt kijken. Met z'n allen lekker op het ijs, koek en sopie. Ja, en je komt eigenlijk op plaatsen waar je normaal niet kan komen. Dat lijkt mij wel duidelijk. Dat zijn ijshockeyschaatsen. Ja, en die zijn natuurlijk altijd geslepen. Alleen, als ik dus op natuurijs geschaatst heb en ik ga daarna weer terug op de kunstijsbanen, dan moet ik ze eerst laten slijpen. En dat heeft te maken met al het zand en het rotzooi wat er op natuurijs ligt. Deze heb ik. Dat zijn Vikings. Ja, gewoon de Noorden. Ik heb jarenlang wedstrijdschaatsen gedaan. En die Noorden die heb ik al heel lang. Dat zijn supergoeie schaatsen. En ze zijn geslepen, zeker. Er komt zeker nog wel een keer een Elfstedentocht. Ja, dat is afwachten. Vroeg of laat, ooit, komt er een Elfstedentocht. Daar geloof ik echt in. Het zou wel heel erg zuur zijn als het dit jaar zou kunnen plaatsvinden, terwijl het dan niet mag.